vlak voor. We staan hier in Kamerik. Er is een loods afgebrand. Wat voor loods was dat? Ja, betroffen loods hier aan de mijzijde in Kamerik. Het is een loods van ongeveer 1000 vierkante meter. En de loods, er was een opslag van diverse bedrijven. Denk aan aannemersbedrijf, aan bouwmateriaal. Maar ook landbouwvoertuigen wat in die loods hebben staan. Stond een woning naast. Is die gespaard gebleven? Ja, gezien het feit dat de brand uitslaand was en we ons ernstig zorgen maakten over de overslag richting de woning en de naastgelegen schuren die er nog omheen stonden. Vandaar dat wij grote hebben ingezet, dus zeer grote brand hebben gemaakt. En wij hebben uiteindelijk weten te voorkomen, dus de brandweer heeft weten te voorkomen dat de brand overgeslagen is richting de woning. Dus uiteindelijk is de woning gespaard gebleven. Hoe lang denk je in totaal bezig te zijn met de brand? Ja, de eerste melding kwam ongeveer 9:15 binnen, 's avonds hier in Kamerik. En om nou te verzorgen dat de brand ook echt daadwerkelijk helemaal uitgaat, dus de laatste auto hier weggaat, onze brandweerauto's. Ja, denken we hier nog enkele uren met nabluswerkzaamheden te zijn. Dat zal denk ik tot 1 uur in de nacht ongeveer gaan duren. Er waren ook harde knallen te horen. Weet je waar dat van is? Nou, de harde knallen zou mogelijk afkomstig kunnen zijn van de dakbeplating. Dat komt door de enorme hitte die deze brand met zich meebrengt, dat dit eventueel kan gebeuren.